kun je even uitleggen, iedereen is heel hysterisch van, oh, jullie gaan naar Oerol, wat leuk, dit en dat. Maar dat zijn voornamelijk mensen die in de Randstad wonen. Ja, tussen mij vroegen van, je mag naar Oerol, op Terschelling, hartstikke leuk. Het zal wel, dat geloof ik ook wel. Maar ik woon op een eiland. Ja, wij zijn dat gewend. Op een of andere manier maakt de motor een geluid. Als hij nog even zo doorgaat. Oh ja, goed. Klinkt volgens mij en wel heel mooi kan zingen. En hij is pas net gearriveerd. Dat vind ik heel leuk, want ik heb vorig jaar ook nog een reportage met hem gemaakt voor het programma Volle Zalen. Want ik hoop, geef hem een groot applaus, Danny Vera. Adonis, Bruine Adonis. Oh, jij zou zo mee kunnen doen, Adam zoet even. Mijn naam is Adonis. Ja, precies. Ik ben fucking bruin voor mij, noem wel. Ik ben helemaal. Ja. Het is fijn dat jullie er nu zijn. Mocht in de kerk spelen, ze overdoen. Dames en heren, allemaal leuk en aardig, maar het was natuurlijk ook gewoon de beste twee man van 2014. Hebben proberen te overtreffen, is vrolijk mislukt. Mag ik een groot applaus voor Toetje van de donderdagavond, Danny Vera! Spelen was hilarisch. Het was niet goed, maar het was wel heel leuk. Ja, precies. Fucking Danny heeft even nagevraagd wat hier voor dieren leven op dit eiland. Dat vroegen we ons af. En eigenlijk, hier zit het leukste dier van het eiland. Hij loopt hier zomaar gewoon in het wild. Hij is erop gekleed, dat zie je. Wandelschoenen.
rugzakje. Dat is Jozef. Ja, dit is Jozef. Zeker wel. Ik herken gewoon die auto, denk ik, en dit is gewoon Jozef. Ja, ik zoek de McDonald's. Ik ook. Dus heb je, dit is een beetje de... Ik zoek de McDonald's. Nou, stap in. Kerk niet vloeken, hè? Hier. Karma. Dit is... Zeg je nou toch? Of er wel kaartjes verkocht zijn? Ja, ik weet helemaal niet waarom. Ik hoop dat de eerste rij gevuld is. Dat zeiden we vroeger al. Als de eerste twee rijen gevuld zijn, is het goed, toch? Thank you.